Je hebt het bruggetje al gemaakt. Ik kwam ook een blog tegen over gamification. Ja. Ik heb het niet gelezen, ik had er te weinig tijd voor, maar ik ben echt heel erg nieuwsgierig wat je daarmee bedoelt. Nou, je moet je eigenlijk voorstellen dat de tijd van, mensen overtuigen met teksten is voorbij. Okay. De tijd om een mooi blogje te schrijven over waarom iemand het wel of niet zou moeten doen, je product zou moeten kopen, mensen hebben gewoon veel minder tijd en zijn gewend aan visuele prikkels. En gamification is eigenlijk niks anders dan het ophalen van informatie of het helpen met mensen keuzes maken. Niet door te zeggen, nou kies maar voor A, B of C, maar dat je er een spelletje omheen maakt. Krassen of maak er een draaiwieltje van of dingen die gebeuren. En dan met name op een website of een e-mail, waardoor je gewoon het voelt als een spelletje. Okay. Dus het marketing waarbij je de klant gewoon in een soort spelletje betrekt, heeft heel veel meer rendement dan wanneer ze gewoon zegt, maak maar drie keuzes A, B of C. Oké. Okay. We zijn allemaal gewoon toch... Heb je een leuk voorbeeld van wat je laatst hebt ingezet? Ja, bijvoorbeeld voor Albelli hadden ze een leuke met een kortingsdraaiwiel, zullen we maar zeggen. Ja. Dan mocht je zelf aan het wieltje draaien. En het werkt ook echt, in mail kan het gewoon met een CSS toeltje. Dan draai je aan het wieltje en dan komt hij op een bepaalde hoeveelheid korting. En die korting krijg je dan. Okay. Mensen vinden het hartstikke leuk. Ja. Kijk, en aan de achterkant maakt het natuurlijk geen bal uit of je naar 20, 25 of 30% korting weggeeft. Nee. Want je hebt dat op een gegeven moment al lang berekend. Ja. Maar het feit dat mensen dan aan het wieltje gaan draaien en een bepaalde... En is het een eerlijk toeltje? Of, Nee. Okay, want ik heb die toeltjes ooit gezien in Shopify, kon ik die gebruiken. Ja. En dan kon ik gewoon zorgen dat die altijd op 15% korting kwam. Ja, nou ja, goed. Voor mij was dit gewoon een eerlijk toeltje. Maar ik denk, als ondernemer maakt het je ook niet uit. Nee. Want als het je vervolgens... Kijk, de psychologie van gamification is eigenlijk dat je je betrokken voelt op een gegeven moment. Je bent met iets bezig. Ja. Je bent een spelletje aan het spelen. En dan ben je veel meer geneigd om het af te maken. Dus om te denken, ik heb 20%, ik ga die korting pakken en ik doe het ook echt. Dan wanneer je gewoon dat in je schoot geworpen krijgt. Okay. Dus dat is net als met dynamische e-mails. Heb je misschien ook wel inmiddels van gehoord. Hè? Met carouselletjes en dingen die bewegen in je beeld. En inmiddels kan e-mail natuurlijk veel meer dan vroeger. En dan kan je swipen. En de mensen, de betrokkenheid en het psychologische effect daarvan, dat is belangrijk. Dat je denkt van, hé, er gebeurt iets. Daar word je nieuwsgierig van wat het volgende is. Ja. Ik ga hier krassen en ik ben benieuwd wat er onder vandaan komt. En zo prikkel je eigenlijk iemand om met jou, zeg maar, mee te bewegen. En dat werkt heel goed. Dus die gamification op die manier is echt heel, heel geinig. Oké, lachen. Ja. Ja, ik ben hier wel enthousiast over. Ja, dan moet je eens... Ja, net zoals je ziet ook dat ook bij stomme spelletjes als Mario dingetjes of Pac-Man of zo, als je dat toepast, dan zie je toch dat heel veel mensen betrokken raken. En wat ook wel leuk is dat het wordt ook gewaardeerd door je klanten en je prospects als je gewoon de moeite doet om eens een keer wat anders te verzinnen dan gewoon weer de volgende productaanbieding. Ja, dat is ook zo.